Ik ben Marcel Ruiter en ik ben schuldhulpverlener bij Civic Amsterdam. Dat is een onderdeel van de BNA-groep in Den Haag. Als schuldhulpverlener help ik mensen met financiële problemen en dat is eigenlijk heel breed. Dus wij kijken niet alleen naar de financiële problemen, naar de schulden. We kijken ook naar de achtergrond, hoe zijn de schulden ontstaan. En eigenlijk proberen we op die manier de problemen blijvend op te kunnen lossen. Wat de leergang mij tot nu toe heeft gebracht is in ieder geval verdieping op het gebied van organisatie- en veranderkunde. Ik wilde heel graag meedoen met deze leergang, juist ook omdat het op HBO masterniveau is. Ik wilde ook mijn kennis verbreden, want dit biedt een kans in mijn werkveld om op HBO masterniveau mijn doel te behalen. Mijn collega's gaan merken, doordat ik deze leergang volg, dat ik veel meer achtergrondkennis heb, veel breder word opgeleid. Dus op die manier kunnen mijn collega's ook makkelijker naar mij toe gaan om vragen te stellen. Hoe los ik dit op of hoe ga ik hiermee om? Dus dat is eigenlijk wel heel praktisch. Er zijn heel veel mensen met schulden, met financiële problemen. Die moeten eigenlijk, dus het is belangrijk dat die mensen geholpen worden, zodat ze weer kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.